Hallo allemaal, welkom weer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Hoe gaat het met jullie allemaal? Ik hoop goed. Hier gaat alles, zijn gangetje. Ik ben er vandaag weer met een nieuwe unboxing van de Dreamer Designs. En deze is helaas niet van mij. Deze is van Sil, die is er ook eventjes. Misschien de hele video, misschien ook niet. Hoi! En als het tijd is, want we zijn aan het laaien. Kikker in mijn keel. Aan het laaien, dus misschien dat ze weggeroepen wordt. Als ik de video op pauze zet, dan komt het omdat de motor gestart wordt. Omdat mijn man binnenkomt lopen. Of het maakt niet uit voor iets. Het zou zomaar kunnen. Life goes on hier zo. Oké, ik ga hem even openmaken. En ja hoor, daar zijn we weer. Nou, zoals altijd in het mooie stoffen zak. Bij de Dreamer Designs. We gaan hem even openmaken. Eén cadeautje. Oh ja. Een toolkit. Een paar steentjes en een lege zak. Red Riding. Dat hadden we natuurlijk nog niet laten zien, maar dat is hem. Daar is het een verrassing. Een verrassing. Tenzij je natuurlijk al weet welke het is. We houden het gewoon als verrassing. Hè? Een toolkit. Wat zit erin? Een knoopje. Even eruit pilken. Nou, hier had ik hem ook wel voor een pauze kunnen zetten. Ik heb echt een kikker in mijn keel. Die er niet uit zo. Zo, nou. Oké, wat zit erin? Hoppa. Oh, sorry. Volgens mij lijkt het wel een aardbeving voor jullie. Nou, laten we daar maar mee beginnen dan. Twee multiplaces. Een straightener. Om je steentjes recht te leggen. Even kijken, als het goed is moeten er twee van wezen, twee keer wax, met ook het logo erop. Twee pennen, eentje met een normale punt en eentje met een plastic punt. Een squishy, keer twee. Die kun je op je pennetjes doen, hè, waardoor die wat beter vast te houden is. Twee pootjes, treetjes met uit. Een hoop zakjes. En een tweezer, een pinzet. Waar ben ik? Oh hier, die is er afgevallen. Ik wou net zeggen, ik ben gewend dat daar een dingetje overheen zit, want het is best scherp. Dit zijn de scherpe. Ja. Deze even aan de kant. Hop. Dat zijn de handen van Sil. Ja. En dan waar jij. Ja. Ja, zal ik even aan de kant duiken hier. Zo, nou, ik weet niet of jullie dat hoorden, maar dat was de kraan die de lading in het ruim. Laat. Andersom of doe je hem altijd zo? Ik doe hem meestal andersom, hè. Maar ja, ik denk dat je hem even. Ja, hij is klein. Dus je ziet hem wel al. Doorheen. Oh ja, er zit bij Dreamer Designs altijd een. Ik weet niet hoe dat heet. Maar een oproldingetje. Zo gooit hem gelijk aan de kant. Ja, leg hem maar even zo neer. Een oproldingetje. Ja, dat is niet nodig bij. Fort Glue heet het dat, overgegoten lijm, geloof ik dat het heet in de. Nou, vertel maar wat het is. Oh, maar blijkbaar instructies. Oh, dat weet je nog niet. Sorry. Nee, ik heb één keer eentje snel opengemaakt omdat ik hem wou voelen. Ja. Die andere die jij ook hebt, Lily Moon. En ze kijkt dus niet meer unboxings, dat zie je maar. Betrapt. Van de Dreamer niet. Ik heb nog niet. Ik heb het erg druk. En van
doen. Nou, dat zijn de stickertjes, de kleurtjes. Die zijn als het goed is... Oh, bij deze niet. Niet los. Normaal gesproken zijn ze los. Bij deze moet je nog knippen, dus het is al wat oudere painting. Maar ja, dat is niet zo heel erg. Het is makkelijker als het al gedaan is, maar... Hé, het staat er wel allemaal op. Nou, daar is die. Hij is toch wel leuk hoor. Ik vind het wel een lieverd. Hij is niet zo groot. Nee, dat, maar dat wisten we al toch. Hij is 40 bij 50 centimeter. En hij is legally licensed bij, nou zeg jij het maar, Curtis. Curtis Rijkovic? Ik denk dat je het goed zegt. Maar ik weet niet zeker. Ik loop al een paar weken te... Hij heeft al 47 kleuren. 47 kleurtjes. Hij heeft 1 AB. Ze staan hier bij de Dreamer, staan ze onderaan. Oh ja. Bij de Dame Dark Club staan ze bovenaan, staan ze onder de 150. En bij Dreamer Design staan ze onderaan. Gaan we even de plaklaag checken. Nou, die wil de vinger weer houden, dus het zal wel goed zitten. Ik ga hem even gauw achter zijn voor oprollen, want hij is vervelend. Wil je het zelf doen? Of? Nou, dat maakt mij niet uit. Ik word een beetje gek van dat hij de hele tijd omkrult aan de bovenkant. Hij zal vanzelf wel recht gaan liggen hoor. Denk ik. Bij de riemen op bij daar met de artclub in ieder geval wel. Zo, kijk. Dat is beter. Ja. Ik vind hem er wel mooi uitzien zo. Ja, toch wel beter dan verwacht hè. Nou, bij deze ook... Oh, de levenslange garantie. Nou, is hij niet zo groot, heb ik hem nog buiten beeld. De levenslange garantie. Nou, natuurlijk de... Help me. Dreamer Designs logo. Logo, dat woord zocht ik. Dank u. Nou ja, Paint with Passion. De naam Red Riding. En de social media. Vergeet ik nog iets? Misschien kun jij vertellen, kun jij de AB's zien? Ja, jij hebt je normale bril, dat is de O. Oh, die zit hier, zie ik een paar. Nou ja, eigenlijk in het wolfje. Allemaal in het wolfje? In het gezicht. Ook in het gezicht. Ik denk dat het ja, een beetje een make-up moet voorstellen, de highlighten. Ja, in het gezicht. Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ben niet heel erg thuis in het make-up wereldje. Nou, ze zitten een beetje door de painting heen, alleen niet onderin, maar zeg maar vanaf hier zo'n... Oh, hier ook? Nee. Vanaf onder, van het hondje, of wat is het? Het wolfje. Het wolfje. Naar boven. En dan... een wolfje met een eenhoorn. Wordt naar binnen geloerd. Mijn man. Dus... Een wolf met een hoorn. Ja. Oké, okay, nou, dan gaan we naar de steentjes. Doe jij hem? Doe ik het? Ja, maak hem open en dan mag jij de rest. Ik denk dat ik een beetje struikel over mijn woorden als ik... Nou, dat doe ik ook nog regelmatig hoor, struikel. De AB's al gevonden. Ja, pas op, want ze gaan er vandoor. Nou, de AB's zijn er vandoor. Die doen we dan gewoon als laatste. Dan hebben we dat gehad, hè? Dan hebben we dat gehad, wou ik zeggen. Maar ik hoef in ieder geval niet op te letten waar ze zijn gebleven. Oké, okay, we beginnen met dit rijtje. De 318, 321, 322, 347, 413, 414, 415, 415, 498 en 666. Mag ik even terug door opzetten? Nee, mag je niet. Wij dachten van tevoren dat het rond was. Oh, het is vierkant. Oké, dat hadden we trouwens nog niet benoemd. Volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. Nou, het is dus een vierkante painting. Wij dachten dat hij rond was. Ik vond hem al zo goed gerenderd. Voor zo'n kleine painting. Nou ja, vierkant dus. 37-12. 37-13. 37-21. 37-22. 37-26, 37-27, 37-99, 38-34,
3860 3861 712 67 762 778 779. Zo, nou, dat is een aardbeving. 814. Nog een keer. 850. 819. 823. Oep. 838. Ja. 840. 841. 842. 902. 93 Ik vind het bijna net 9, dus die drietjes. 37,05. Dan de 152. 154, 221, 223, 224, 310, keer 2, 315, 317 en 318. En dan als allerlaatste de AB's. Kijk ze glimmen. Oh ja, daar zo. Ik wil net zeggen, ze glimmen op camera niet zo heel denderend. Maar geloof me, in het echt wel. Ik zit ook een beetje, als ik zo doe, dan zit ik met het raam. Maar geloof me, ze glinsteren echt. Nou, de... Ja, AB08 zeggen ze dat. Dus, dat. Ik ben heel erg benieuwd hoe die eruit ziet als die gemaakt is. Nou, ik ook. Ik vond hem een beetje aan de kleine kant, dacht ik, voor het plaatje. Daarom heb ik alleen deze besteld en niet die andere kleine. Nou, een beetje net gelijk. Ik zou zeggen, begin ervan, dan weten we wat. Dan weten we of we die kleintjes ook kunnen bestellen. Ja, ik heb al zoveel opgekit dat ik geen bakjes meer heb. Oh, en met hoeveel ben je bezig? 2. Oh, dat valt mee. Ik heb 5 of zo. 1 thuis 6. En 1 aan boord. Ja. Nou, oké, okay. Dit was. Ik ben weer aan het zoeken naar een foto. Die heb ik niet. Ik heb hem in het klein. Hoppa. Nou ja, ik heb de hele printing niet, want hij is van haar. Maar goed. Dus. Red Riding. Voorlopig even de laatste dreamer in ons bezit. Is ook niks onderweg, dus ik denk dat het eventjes ophoudt. Maar er komen er zeker nog wel meer. Ja, dat denk ik wel. Red Riding. Vonden jullie deze video nou leuk? Geef een duimpje omhoog. En als je niks wil missen, abonneer je op mijn kanaal. En druk op het belletje. Dan krijg je automatisch een melding als ik weer iets nieuws plaats. Ja? Nou, hopelijk tot de volgende keer. Toedeledokie. Doei.